Hey allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Jaar hier, jullie video range voor vandaag. Zoals jullie het hier achter mij al een beetje zien, ik sta achter de schermen bij de Ocean. En ik heb vandaag afgesproken met dierenverzorger Anouk, want we gaan kijken bij een wel heel erg bijzonder dier. We gaan maar kijken bij een zeenaald. En een zeenaald, dat is niet een nieuwe uitvinding waarmee je nu onder water truien kan breiden. Nee, het is een vis. Toch, Anouk? Jazeker, de zeenaalden zijn inderdaad vissen. En waar kunnen we die zeenaalden vinden? De zeenaalden zitten achter de schermen in de quarantaine. Ik zou zeggen, laten we daar naartoe gaan. Is goed. En die zeenaalden, wat zijn het eigenlijk een beetje voor beesten? De naam zegt het al, een zeenaald. Dus het zijn geen grote stevige dieren, maar lange dunne sliertjes eigenlijk. Ja. Ze zijn familie van de zeepaardjes. Het verband zit hem eigenlijk in hoe ze de eieren bij zich dragen. Okay. Zeenaalden die doen net als bij zeepaardjes, hebben de mannen eigenlijk de eitjes, dragen de eitjes bij. Okay, interessant. We hebben hier eigenlijk de opvang van alle nieuwe dieren. Okay. Eventueel zieke dieren, ja. Die hebben we gelukkig niet heel vaak. En alle jonge dieren zeg maar, die binnenkomen, of die hier geboren worden, die vangen ook op een quarantaine. Die komen hier terecht? Ja. Okay, wat hebben we hier allemaal? Wat kan je ons iets laten zien? Wat bijvoorbeeld, We hebben hier bijvoorbeeld een epaulethaaihoen zitten. Hij zit hier achter in zijn buisje. Oh, in zijn buis. Dan komt hij al kijken. Oh ja. Kijk. Ja, jullie zien hem, hè? Oh, wat leuk. Hij komt wel van gedag zeggen. Ja. Ja, nou, we zijn hier natuurlijk in een hele bijzondere ruimte. De quarantaine en de kweekruimte. Maar waar we echt voor komen, dat zijn de zenen. Ja, die hebben we hier zitten. Oh, kijk. Oh ja. Oh, wat vet. Oh, ze zijn wel nog heel erg klein, hè? Ja, ze zijn nog heel erg klein. Dit is nakweek uit een ander aquarium. Okay. Deze zijn nu een 10 centimeter. Soms zijn die al iets groter, hebben iets meer body. Ja. Dat zou ook het verschil in geslacht kunnen zijn, maar dat kunnen we zelf nog niet zeggen wat het, of het mannetjes of vrouwtjes zijn. En als ze volwassen zijn, zijn ze ongeveer 16 centimeter. Oh, okay. Dus ze worden nog wel een stukje groter? Ze worden nog groter. Nou, Anouk heeft eventjes het voer gepakt. Anouk, wat eten deze zeenaalden nou eigenlijk? Wij hebben hier 4 voersoorten die we aan ze geven. We hebben Mysis, Artemia, Cyclops en Rode Plankton. Cyclops en Rode Plankton is echt heel klein. Ja. En Mysis en Artemia zijn al wat grotere kreeftsoortjes. Okay. En voor deze kleine mondjes eten ze dat eigenlijk al best wel goed. Ja? Het is heel bizar om te zien. Want dat zijn het een beetje een soort roofdieren? Ze houden wel van voer wat echt nog door het water gaat. Ja. Dat is ook waarom we ze heel vaak per dag voeren. Het liefst eigenlijk ieder half uur. Ze zijn heel klein, ze hebben een heel kort spijsvertering. Dus als we 2 of 3 keer per dag gaan voeren, dan hebben ze niet lang genoeg hun buik vol zitten. Nou, laten we ze voeren. Ja, dat gaan we. Hoe gaat dat in zijn werking? Nou, we voeren dus 15 keer per dag ongeveer, omdat we echt ieder half uur willen voeren. Ja. Dat doen we door gewoon een klein beetje voer te pakken en in het water te doen, een beetje uit elkaar te schudden. Okay. En dan komt hij zo meteen, als het goed is, vanzelf kijken. Hij zit inderdaad nu een beetje, hij heeft er nog niet door. Hij vindt nog een beetje de andere kant op. Nou, hij ruikt het wel, want hij komt al deze kant op. Oh ja. Oh. Hij heeft een soort van een zuigmondje lijkt wel, hè? Heel lang uitgerekt. Het is een heel klein bekkie. Maar ze zijn nu natuurlijk nog erg klein. Wanneer willen jullie ze een beetje voor de schermen brengen? Hoe groot moeten ze daarvoor een beetje worden? Of hangt dat echt van dat paal af? Het hangt echt van het koppelen af. Zodra we koppels hebben en het aquarium is daar klaar, dan mogen ze daar meteen heen. En waar kunnen we dat aquarium vinden? Dat is misschien ook wel leuk om te weten voor de bezoekers. Dat aquarium zit beneden in de publieksgang, eigenlijk tegenover de koraalduivels. Ik denk dat iedereen die wel kent. Dat is een bekende inderdaad. Ja, en dan het aquarium met die 4 kleine ruitjes, dat gaat hun bak worden. Daar komen ze in. We willen ze eigenlijk het liefst een beetje in een iets kleinere bak houden. Okay. Als we ze echt bijvoorbeeld in het koraalrif zouden loslaten, dan vinden we ze nooit meer terug. Hey, we kunnen er ook niet heel veel andere vissoorten bij zetten. Nee. Juist omdat we ze zo vaak voeren, moeten ze wel echt de kans geven dat ze ook het voer kunnen pakken. Dan moeten we met de huisvesting natuurlijk ook rekening mee houden, omdat ze zo klein zijn. Het zijn geen hele krachtige zwemmers. Ja. Dus het is wel belangrijk om dan ook nog rekening te houden met de stroming in de bak, dat ze niet aangezogen kunnen worden in de pompen. En daar zijn we op dit moment ook nog allemaal mee aan het stoeien. Ja, want ze hebben natuurlijk een beetje van die... Ja, net als een helikopter, hè? Een beetje van die propellers hebben ze. Ja, ze hebben hele kleine vinnetjes waar ze echt heel snel mee zwemmen.
Oh. Ja, en die vinnetjes zijn natuurlijk zo klein en dun dat je ze bijna niet ziet. Dus nee. Het lijkt wel alsof hij gewoon een beetje zweeft. Ja. En wat een mooi dier is het, hè? En super dat ik hem nu al eventjes kon zien zo achter de schermen hier in de kweekruimte. Maar wanneer is die ook weer voor bezoekers te zien? De bezoekers kunnen de geelband zeenaald straks zien als wij hier klaar zijn met het koppelen. En als het aquarium voor de schermen ook daadwerkelijk klaar voor ze is. Nou, Anouk, ik wil jou bedanken voor al je kennis over deze zeenaald. Graag gedaan. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan hoop ik jullie snel weer te zien. Tot ziens!